Roche. Een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 4 september 2021. En zoals je ziet hebben we nieuwe gordijnen. Ja, betere gordijnen. En het is nu 11:30. Ik ben me nu aan het klaarmaken om even weg te gaan naar de IKEA. Even haakjes kopen. En zo ziet mijn haar er nog steeds mooi uit. Ja, dus wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Het is een goed nieuw vlog. Ja, we zijn onderweg in de auto. Ja. Wat zo meteen 3, 2, 1. Licht is voor mij heel erg overgevoelig, jongens. Maar ik kan het heel weinig hebben. Daarom heb ik ook een zonnebril. Maar ik kan daar niet tegen. Als ik ga filmen om, kijk, Ro is wat anders, die moet gewoon rijden. Okay. Maar ik kan het momenteel gewoon heel slecht hebben. Heerlijk, dit geluid. Bij de IKEA geweest, kijk, IKEA, zoals je kan zien. Ja. Rodi gaat nu naar de auto lopen, die pikt mij zo meteen op. En dan heb ik wel even mijn zonnebril op, want ik loop buiten. Hè. Ik heb even gordijnhaakjes gekocht, 40 stuks. Voor niet al te duur, dus ook dat scheelt weer heel veel. Echt heel veel. Daar ben ik alleen maar weer blij mee. En Ro die gaat dus nu naar de auto en dan gaat hij mij zo meteen gezellig oppikken. Wat waarschijnlijk niet mag op deze manier, maar oké, maakt helemaal niet uit. En dan hij weet waar de auto staat, ik ook wel overigens, maar ja, hè? Het is altijd wel weer leuk om toch je dingen te doen, toch? Dus ja, nou mijn haakjes. Even kijken of we nog even naar de Jumbo kan. Want onze filiaalmanager is vandaag waarschijnlijk verplaatst. Want maandag 6 september wordt het overgenomen door een andere meneer eigenlijk. Korn 3, weet ik veel, geen idee. Maar en dan gaat het dus maandag om 1 uur pas open. Dus ja, en niet pas 's ochtends vroeg. Dus en dan is het weer. In principe de nieuwe opening voor die filiaalmanager, dus voor ja, dus we gaan het meemaken. We gaan het helemaal goed. Kijk, die persoon die achter het stuur zit, die vindt mij blijkbaar leuk. Waarschijnlijk een domme leuke haarkleur. Jezus, mintjes, jongen. Gaat hij in één keer daar rijden, hoor. En toen was het oranje voor hem, maar wij hebben rood. Ja. Dus. Hij schat. Hey. Gaat hij met jou? Warm. Warm. Zo lekker weer werken. Straks. Ja, later. Straks, later. Nu. Wat broodjes maken. Ja. Even snel. Mm-hmm. Snel verkleden. Jup. Haar doen, tanden poetsen. Ook nog.
Ook nog? Ja, ook nog. Ook nog? Dus ook nog even dingen, ja, weet je wel. Weet je wel, weet je niet. Ja, precies. Is je precies. Ja, ik heb ook nog even deze gehaald bij de SC. Dat had ik ook weer nodig. En ik snap dit niet, maar oké, het zal. Extra dreed. Ja, heel. Ja, maar dit ook, dit stuk. Nee. Maar oké, wie ben ik? Hartstikke idee. Jij gaat deze kant op, dat is helemaal mooi. Prachtig, drie keer mooi. Ja. Nee, maar de haak hebben we, dus we kunnen ook morgen en anders maandag even lekker rustig en anders. Dat ik heel eigenwijs ben. Zo, wat is dat voor een auto achter ons? Met zo'n Engeltje, met een Rolls. Een Rolls Royce? 52XBSH. Oeh, hij is heel mooi. Hij is heel mooi. Auw. Engeltje erop. Dus ja. Filmen. Okay. Ja. Deze is zo very nice. Het is wat duurder. Hij is heel gaaf, dit ding. Als ik naar mijn huis verkoop en sluit de lening af, dan kan ik wel kopen. Hij is heel gaaf. Ja, klinkt nog lekker op de bank. Ja. Nou ja, moe wil ik niet zeggen, maar ik ben gewoon loom. Ik ben lui. Kom maar, kom dan. Kom eens hier. Kom maar, 1, 2. Ja. En wie komt bij mij liggen? Kom, kijken. Oeh, lekker. Oeh, wauw. Wat is het? Hey. Mevrouw twee kleur ogen. Mevrouw twee kleur ogen. Ga je er echt zo bij liggen? Nou, en wat jullie horen was Roderick. Nee. Die heb ik lekker aan de telefoon. Ja, is ook leuk. Hey. Ja, is het zo? Is dat zo? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Zal ik kijken voor even hondjes of er op de tv is? Ga je naartoe? Oeh, wat heb jij daar? Oeh, wat heb je daar? En die komt eraan geloopt. Hi, Luffy. Hi, Luffy. Dan niet. Kom hier. Luff. Kom dan. Ja, kom. Ja, hij, ook jij. Oeh, dat is alweer een hele andere hond, hè. Oeh, ja. Kijk dat pootje. Kijk, opletten. Dan doe ik hem weg. Kijk, dat moet ik. Kijk, opletten. Zo, en toen. Kijk, dat pootje weer, hè. Dat pootje, kijk. Opletten. Ik moet doorgaan van me. Oh. Oh. Ai. En toen. Je bent lief. Nee, je bent lief, schatje. Ja, je bent lief. Hoi. Ben je lief? Ben jij lief dan? Ben jij lief dan? Ja. Nou, ik ga even weer lekker met Roderick even lekker verder babbelen. Via de telefoon. Durf jij wel te, hoe zei je dat gisteren over babbelen? Ik weet van niks. Durf jij wel te babbelen nog wat, zoiets? Oké. Dus jij durft met mij te babbelen? Doe niet zo raar, check mijn haar, de weer is daar of zoiets? Ja, zoiets, ja. Dus ja, voordat deze vlog wel weer lekker lang wordt, zal wel weer. Ik moet sowieso nog editen, maar ik zie wel wat ik kan editen met deze pijn. Want zodra ik lig, heb ik geen pijn, eigenlijk. En zodra ik ga zitten, dan heb ik auw.
Maar ja, dat hoort er even voorlopig bij. Dus 22 september mag ik weer voor een prik. En ik sta gewoon op de wachtlijst voor een operatie. En dat kan even 3 maanden duren. Dus ik moet gewoon eventjes door de zuurappel heen bijten. Ja, en ja, het is eventjes kijken wat ik wel kan en wat ik niet kan doen. Yep. Dus dat is niet anders. Nee, toen hadden we Speedy bij me. Dus ja, dus dat. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doodles!